Hi, ik ben Mark van Voice en dit is de hagelnieuwe versie van onze Android-app. 6 jaar geleden ontwikkelden we de eerste versie van onze smartphone-app. En 1 jaar later werd bellen over het internet met die smartphone-app mogelijk. Inmiddels zijn we een stuk verder en vanaf vandaag is de nieuwe versie van onze app beschikbaar. Het eerste wat je gaat opvallen is dat de app een nieuwe look heeft gekregen. Alles ziet er frisser uit en werkt wat eleganter. Maar ook binnen de app zijn er een aantal elementen die een grote verandering hebben doorgaan. Zo is er de nieuwe contactenlijst, die in staat stelt om snel te scrollen door je contacten en de juiste persoon te vinden. En er is een nieuw zoekveld. De oude T9 dialer vind je natuurlijk gewoon nog steeds onder de dialerknop. Ook de recente gesprekkenlijst heeft een nieuw en fris uiterlijk gekregen. Maar bestaande functionaliteiten, als kunnen zien dat jij een oproep hebt gemist, maar dat een collega die heeft aangenomen, zijn natuurlijk gewoon gebleven. Verder is er een nieuw optiescherm. Hier stel je je bereikbaarheid in, maar vind je ook geavanceerde instellingen. Waar jij als gebruiker kijkt naar versie 6.6 van de app, kijken wij als ontwikkelaars naar meer dan 200 releases en 6 jaar ontwikkeling. We hebben in die 6 jaar heel veel geleerd, maar er zijn ook een aantal zaken die we radicaal anders zouden willen doen. En daarom hebben we besloten de app van de ground up opnieuw te gaan bouwen. Dat kan betekenen dat het de komende maanden wat stil gaat lijken rond de appontwikkeling, maar wees je gerust, we komen met een prachtige nieuwe versie waar met heel veel mensen en liefde aan gewerkt wordt. Wil je meer weten over de vorderingen of zijn er bepaalde zaken die je echt terug wil zien in versie 7? Laat het dan weten in de comments of stuur ons gewoon een berichtje. Oh, en ben je nou meer fan van Apple en gebruik je een iPhone? Wees dan gerust, want ook voor iPhone komt er nog 1 laatste versie.